Meester Vlogger. Meester Vlogger. Dames en heren, ik ben Meester Vlogger. En wij maken met het Hubertus en Berghof cupcakes voor de kinderbeestfeest. Het kinderbeestfeest natuurlijk. En ik ben hier met Nora. En hoeveel cupcakes gaan we maken, Nora? We gaan vandaag 5000 cupcakes maken. Dus we maken er 5000 voor die kids. Jij mag zo niet het bakkerslokaal in, hè? Muts opzetten. Nou, doe je muts op en gaan met die banaan. En wij gaan even een rondje maken natuurlijk. Kijk, de cupcakes zitten nu in de oven. De meester haalt ze net eruit. En dit is natuurlijk een hele gevaarlijke taak. Dus ik denk dat daarom de meester hem op zich neemt. Of mogen de leerlingen ook iets uit de oven halen? Als ze willen mogen ze natuurlijk alles uit de oven halen, maar ze zijn meestal bang dat ze hun armen branden, dus daarom doe ik het. Zal ik er ook maar eentje uithalen dan? Nee. Jawel toch? Ik neem het risico wel. En dan pak je één hand, neem je de zijkant van de bakplaat en die andere kan je eronder doen. En dan kun je hem hier in het rek doen. En de kind kan de was doen. Wat vind je ervan dat we zo'n initiatief opzetten als school? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Al die kinderen zijn gewoon lekker enthousiast bezig met het maken van de cupcakes. En we gaan ook met een klas naar Artus toe. En dan gaan we ook nog eens een keertje de cupcakes uitdelen. Ben je er zelf ook bij? Zelf ben ik er natuurlijk ook bij. Meneer Wassenaar. Goedemorgen. Wat bent u aan het doen? Ik ben aan het crème draaien. Voor op de cupcakes. Waarmee we de plaatjes vastplakken aan de cupcakes. En het cupcakeje ook smakelijk wordt. We hebben daar 4 smaakjes. Aardbeien, citroen, ananas en sinaasappel. En daar moeten we een crème voor hebben, die ben ik nu aan het maken. En de kids mogen niet helpen bij de crème? Want, of ja, ze ook? Zijn al de hele tijd bezig, maar ze zijn een beetje moe. Ze zijn een beetje moe. En wat vind je voor de rest van het initiatief dat we nemen om die cupcakes te bakken? Super gaaf. Een kinderbeestfeest? Ja, dat is geweldig. Zoom even in. Kijk hoe prachtig. Mooi, hè? Dat zijn dus de cupcakes die we gaan uitdelen. Kan ik er ook eens proeven of doen we dat niet? Nee, hè? Ah, chips. Nee, nee. Oh, sorry. Wie wil proeven, stukje? Van mijn hand. Goed bezig, meid. Chips. Dit is meer mijn smaak. Aardbei. Ik heb wat op mijn neus. I don't care. Kom van ver. We zijn wel Artis en vandaag gaan we een hele leuke dag beleven. Ik mag niet alles filmen, maar we gaan wel de kids filmen die natuurlijk de cupcakes hebben gemaakt. Dus loop even mee. En dan gaan we even naar de kids die al daar staan. Met onze docenten van het Hubertus en Berghof. En even kijken of ze er zin in hebben vandaag. Hey! Oh. Hebben jullie er zin in vandaag? Ja, heel erg. Wat gaan we doen? We gaan cupcakes uitdelen. Ja, heb jij meegeholpen? Ja, zeker. Vind je het spannend? Dit? Nee, niet echt. Waarom niet? Omdat ik vind het heel leuk om te doen. Ja, ik vind het zelf wel een beetje spannend. Ik vind het heel mooi om dit te doen. Ja. Hoe voel jij daarbij? Ik ben er al gewend, want mijn broertje heeft het ook. Dus ik ga naar een andere dierentuin, maar niet vandaag. Dus Okay. Ik vind het gewoon normaal eigenlijk. En daar zitten de dames lekker te niksen. Dus ik ga even vragen waarom ze niet aan het werk zijn. Sokena, waarom ben je niks aan het doen? Omdat we nog niet bezig zijn. Wat? Omdat we nog niet bezig zijn. Maar we moeten aan het werk. De cupcakes, waar zijn ze? Ze zijn er nog niet. Hallo, waar zijn we niks aan het doen? Leg de telefoon eens weg. Ik heb geen telefoon. Jawel, hier. Nee, maar de cupcakes komen er zo aan. Nu zijn we nog even aan het ontspannen. We gaan zo lekker wat eten. En straks gaan we de cupcakes lekker uitdelen aan de kids. Wordt bijna aangereden. We hebben een heerlijk lunchpakketje gekregen omdat wij zo hard helpen. Alle vrijwilligers krijgen een lekker lunchpakketje. Ik ga even kijken wat erin zit. Overheerlijke repie. Oh, lekker broodje. Die ga ik zo meteen lekker wegsmikkelen natuurlijk. Als ik pauze heb. Wat is dit? Oh, kijk eens eventjes. Wat is dit? Een lekkere cupcake. Ja. Kijk eens, dames en heren. Wat een prachtige cupcake. Die hebben wij gemaakt dus op school. Ik ga hem gelijk even proeven. Ik heb deze groene kleur nog niet geproefd. De lekkerste school van Nederland. Is niet voor niks zalig. Kom een keer gezellig bij ons eten. Hoe gaat het? Goed hoor. Het is echt heel leuk. Het is echt leuk om iedereen te zien te glimlachen. En ja, het is echt heel schattig. Nou ja, ze vinden het dus super leuk en we gaan door met alle. Al die kleine kinderen zijn allemaal van, mag ik er 2? Die blijdschap echt in de ogen. Ik zei net al, want je mag er maar 1 weggeven, hadden we afgesproken. Ja. Nee, ook 2 hoor. Moet je er nog één? Neem maar 2 hoor. Nee, maar het is echt leuk. Het is ook mooi om te doen. Je zit toch bezig, meiden. Het was een beladen dag. We zijn nog niet helemaal klaar. Het was echt super leuk. Wat vond jij ervan?
Ja, leuk, bijzonder. Mooi om mee te gemaakt te hebben. Ja, het was heel bijzonder. Al die kindjes, helemaal blije gezichten, cupcakes. En dan zitten wij te zeiken omdat onze telefoon leeg is. Terwijl als je dit ziet, dan denk je, ja, dan mogen we niet zeiken, toch? Precies dat. Wij zeuren om een telefoontje en echt die kids hero, wat zij meemaken en hoe ze dan lachen. Dat vind ik geweldig. En Kian dus ook. En we gaan nog even kijken waar de rest is, want de rest is verdwenen. En we hadden een optredentje en dan gingen die kinderen ook allemaal erbij staan. En hoe schattig die kinderen zijn, was echt geweldig. Zijn alle cupcakes op? Ja, alle 5000. Binnen een uur. Wat ben je aan het doen? Ik ben nu met meester Grandjean en de dag zit er bijna op. Wij gaan zometeen nog even verder partyen. Ja, absoluut. We gaan nog eventjes afronden. Maar hoe is het gegaan? We zitten ook in de organisatie, dus ja. hoe is het gegaan? Ja, ik zit inderdaad in de organisatie, met name hand- en spandiensten. Maar ja, het is super gegaan. Iedereen blij, het weer zit mee. Kinderen zijn leuk bezig. De cupcakes waren helemaal top. Dus ja, iedereen heeft het erover. Dus volgend jaar weer. Ja, toch? Ik ben er ook bij. We gaan samen volgend jaar er weer bij zijn. Sowieso. En jullie allemaal ook. En we hopen een leuke dag hebben gemaakt. Dankjewel.